Yo guys, Glatch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag speel ik terug Outlast. We gaan gewoon weer verder. Vorige keer waren we hier gebleven. Dit is de voorlaatste aflevering. Dus ja, ik geniet er nog van ofzo. En we moeten hierin. Ik heb natuurlijk mijn chocomelder bij mij. Maar ik zeg u, dat helpt echt. Is hier iets? Waarom speelt ineens enge muziek? Oh jongen, ik hoop niet eens te lang rond de pot gaan draaien. Ja, hier kan ik waarschijnlijk niet in. Nee. Ah, ik vind die muziek niet zo leuk eigenlijk. Ik ben heel... niet de bedoeling dat ik te veel batterij verspil, want... Ja, dat is niet de bedoeling. Oké, okay, goede verklaring, Wouter. Ik zie echt heel veel lockers. En dat is niet goed, oké. Okay. Hallo? Waar gaat hij? Oh, 9 van 10 gaat die cyber optrollen. Elke neushaar in mijn neus weet dat die cyber gaat optrollen. Allee, om te zeggen van, hey, Gletscher of Chris is hier. Ah, maar dit is wel theater. Niet? Oh-oh. Iedereen is dood, maar iedereen is dood in deze huis. Kan ik daar nog omhoog klimmen? Ik ga even testen. Nee. How about that? Catch me outside, how about that? Oh fuck. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Footage at all, no triggery. In June of 1943 you recorded 3 in. Oké. Okay. Ik vertrouw dit echt niet. Oké. Okay. Oké, okay, ik kan de lokken naast u zitten. Hey. How about that? Catch me outside. How about that? Wat? Hier ligt wel zo'n noting. Oké. Okay. Dus ik moet naar boven. En ik kan wel een batterie gebruiken. Ik ga echt zo lang mogelijk met elke batterij doorgaan als ik kan. Oké, okay, wacht. Oké, okay, ik ben toch een beetje bang te worden. Maar ik ben wel minder bang als normaal. Oh, is dat... Oh. Dankjewel. Gast. Oh, wauw. Maar ik ga er gewoon niet in, pussy. How about that? Ah. Doe die deur dicht. Nee. Langs de andere kant. Zo, ja, oké. Okay. Ah, oké, okay, phew. Ik dacht dat ik hem moest afspringen. Dat was wel pretty fucked up geweest. Vertrouw je is echt zo hard niet, hè. Waarom zou ik überhaupt vertrouwen? Ik bedoel, het is Outlast. Oké, okay, wat nu? Ah, key. Oké, okay. Nu moet ik nog terug geraken. Dat gaat het rotste zijn. Ze gaan mij niet zomaar laten weggaan zonder met die sleutel. Die gaan dat niet doen. Er krakt iets in mijn kamer. Oh nee. Oh nee. 3 keer raden wie er is. Cyber waarschijnlijk. Ja, maar echt. Dag Sibre. Kijk hè, hallo. Ah, wauw. Oh, papa broeders. Papa broeders. Ah, oh fuck. Hallo? En doe die deur alsjeblieft terug op slot. Oh
my god. Saving. Ah, oké. Okay. Oh my. Een keuken. Oh, daar heb ik echt heel slechte herinneringen aan. Eng muziekje trouwens op de achtergrond. Wie zit er zo diep naar buiten te kijken? Aha. Bij iemand zijn arm ligt een batterij. Ik kan niet tegen u spreken, dat weet je. Zeker niet met je in je bloot. En ja, als je goed zou kijken, zou je dan een Sjaak kunnen zien. Maar dat is niet de bedoeling. Zijn Sjaak, oh my god. Dat woord heb ik dus eigenlijk nog nooit gebruikt. Maar ik ga echt... De soundtracks van Outlast zijn zo verschrikkelijk mooi. Ik kan niet liegen dat alles er hier echt nog redelijk mooi uitziet. Kijk, die computer werkt zelfs nog. Ja, man, echt stop met mijn fappen. Oh my god, dat klonk echt wel zo heil. Oh. Mal aan het bidden. Zolang dat ze mij niks doen, dan heb ik geen probleem mee dat die aan het bidden zijn. Maar wat joh? Ja, you... Aha. Oké. Okay. Kijk, wacht. Hier is een andere camera. Gebruik gewoon die camera dan. Deze is echt zo'n raar spel. You don't say. Maar ik heb echt al elke deur... Ah, nee, toch niet. Ja, maar in elke kamer zijn ze toch gewoon aan het bidden. Ah, wauw. Dat is echt de laatste kamer die ik opende. Ah, oké. Okay. Ze zijn echt overal aan het bidden. Ja, het is beter natuurlijk. Dat ze beter dat ze ons aan het hunten zijn natuurlijk. Ik ga niet klagen. Hè. God hates sickness. Dat wil ik best geloven. Gast, als je echt gewoon... Als jij die kaars in mijn reet steekt, dan kun jij doodgaan. Papa broeders! Maar ze vallen mij niet aan. What the fuck? En what is. Oh no. My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. Huh? And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Oh, nee. Wow. Nee, 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 nee. Dan moet ik filmen, hè? Oh my god. Hebben wij die eigenlijk al die tijd gezocht om het einde eigenlijk te zien dat hij zijn eigen gewoon de fik steekt? Dat was Father Martin's last stand. Bedankt, papa broeder. Jij ook, papa broeder. Bedankt. Oké. Of zeg, zijn de papa broeder echt wel altijd redelijk vriendelijk geweest. Dus jullie verdienen een pluim omhoog. Hey. Ah. Goed call van mijn eigen. Oh, bijna mijn microfoon kapot. Oh, fuck off. Tuurlijk moest Sebre terugkomen. Oh, wauw. Dat was een release. Fuck!
follow the blood, follow the blood. Oh. Oh. Oh my god. Oh. Sieber. Natuurlijk moet Sieber weer komen om de pret te verpesten. YOLO. Oké. Maar hoe dit eindigt, dat is voor de volgende keer. En dan zal het ook de laatste keer zijn. Ik zeg, ciao. Oh nee, wow. Nee. Dat moet ik filmen, hè? Oh my god.